الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفق الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم Na het lofprijzen van Allah subhanahu wa ta'ala, onze Heer, onze Schepper, onze Onderhouder, onze Voorziener. Allah de Almachtige, de Alwetende, de Alhorende, de Alziende. En na het sturen van vrede en zegeningen op de eerste der profeten, de laatste der profeten, de zegel der profeten. De beste der profeten, de mooiste der profeten. Het beste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, de mooiste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. De roem der werelden, de genade der werelden. De koelte van onze ogen, de inspirator van onze zielen. Niemand anders dan onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Beste aanwezigen, in het bijzonder, Hazrat Mawlana Muhammad Aqil Sahib, mijn eerwaarde broeders, zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, toen alhamdulillah, is het zeer zeker een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft uitgekozen om vanavond hier aanwezig te zijn voor de Eid Miladun Nabi, de geboorteviering van zijn geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze aanwezigheid accepteren. Het onderwerp die ik uitgekozen heb voor vanavond is ilm al-ghayb, kennis van het ongeziene. Heel makkelijk vertaald, kennis van het ongeziene. Waarom heb ik dit onderwerp uitgekozen? Een aantal maanden geleden belde Hazrat Maulana Sahib mij op voor de uitnodiging voor vanavond en ik zei tegen Maulana Sahib, ik wil graag zelf een onderwerp uitkiezen. En mijn onderwerp die ik wil behandelen vanavond is ilm al-ghayb. Waarom heb ik het gedaan? De mensen die mij kennen, die weten dat ik heel veel met de jongeren bezig ben. En wanneer ik met de jongeren bezig ben, dan heb ik het over moslimjongeren. Wanneer ik met de jongeren bezig ben, dan komen heel veel vragen naar voren. Alhamdulillah, wij van de Ahlus Sunnah die wel Jama'ah, wij doen onze werk. Maar er zijn groeperingen buiten die harder hun werk doen. Die harder hun best doen. Wanneer ze zien een moslim, die is aan het veranderen, die is van niet praktiserende naar praktiserende aan het worden, dan worden ze benaderd. Van Achi, ik ben heel blij met jou. Je bent aan het veranderen. Je bent praktiserend aan het worden. Maar Achi, let op. Ga niet bij de verkeerde stroming. Ga niet naar deze mensen van de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kom naar ons toe, wij van de Salafus Salihin. Bij ons ligt de ware kennis. En waar komen de vragen? De bezwaren die er zijn, de beweringen die er zijn. De onderwerp van vanavond, ilm al-ghayb. De bezwaren, de beweringen die er zijn, met betrekking tot ilm al-ghayb. Van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heeft geen ilm al-ghayb gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom niet? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zelf heeft gezegd. Alleen Allah is de bezitter en de kenner van ilm al-ghayb. Ze halen deze versen van de Koran naar voren. Die ik zo meteen ook naar voren zal halen, inshallah. Maar de beweringen zijn er. De bezwaren zijn er. De vragen worden gesteld aan ons. Van, heeft de profeet ilm al-ghayb? Er wordt gezegd, degene die erin gelooft. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam
kennis van het ongeziene heeft verkregen. Diegene is een mushrik. Die heeft een shirk begaan. Jullie weten wat shirk inhoudt? Wat houdt shirk in? Shirk. Wat houdt het in? Afgoderij. Dat is een van de betekenissen van shirk. Wat is nog meer shirk? Een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala toewijzen aan een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zij zeggen alleen Allah subhanahu wa ta'ala is de bezitter van ilmul ghaib, is de kenner van ilmul ghaib. Wanneer iemand beweert dat een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, natuurlijk onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, is een schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wanneer iemand beweert dat een schepping van Allah subhanahu wa ta'ala ook ilmul ghaib bezit, ook ilmul ghaib kent, dan ga je shirk. Waarom? Je hebt een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala toegekend aan een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. En omdat wij niet zoveel kennis hebben. Dit is de waarheid, dit is een feit. In onze gemeenschap is het een feit. We hebben niet zoveel kennis. Al-ma'lumat min ad-dini bid-darura. Kennis die wij op moeten doen, hebben wij niet. We zijn te veel bezig met onze dagelijks leven. We hebben al moeite met namaz leven. We hebben moeite met de maand Ramadan, wanneer de maand Ramadan aanbreekt. 30 dagen vasten, hoe gaat het lukken? We hebben hier moeite mee. Hoe gaan wij kennis opdoen van het geloof? Maar alhamdulillah, dit moet veranderen. Dit moet sowieso veranderen. En die tijd komt dat dit gaat veranderen, inshallah. Inshallah. Vandaar dat ik dit onderwerp heb uitgekozen. Ilmul ghaib. Om over ilmul ghaib te praten, is het heel erg belangrijk dat wij het gaan verdelen in een aantal categorieën. Wat ik voor vanavond gedaan heb, is ik heb de onderwerpen onderverdeeld. De onderwerpen onder ilmul ghaib. Allereerst, wat wij vanavond gaan behandelen. Mijn doel van komen vanavond is maar één. Dat is de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen. En de tevredenheid van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen? Het vieren van Milad Sharif. We zijn Milad komen vieren. De Milad van de beste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat is dit nou eigenlijk? Wat doen wij tijdens Milad? Wat doen wij? Wij vertellen aan de mensen over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ilmul ghaib toekennen aan de profeet van Allah subhanahu wa ta'ala valt binnen de regel van de islam. En dit gaan we vanavond bewijzen, inshallah. Mijn doel is dat aan ieder die vanavond naar huis gaat, dat diegene weet, wat is ilmul ghaib? Wat betekent ilmul ghaib? Wat is de definitie van ilmul ghaib? En wanneer wij ilmul ghaib toewijzen aan een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, is dat toegestaan, ja of nee? En van waar is dit uit bewezen? Inshallah, we zullen vanavond alles behandelen. Binnen de tijd die ik gekregen heb, inshallah. Allereerst, wat ik wil behandelen is onze aqida. Waar geloven wij nou eigenlijk in? Dat is heel belangrijk. Ik heb de aqida punten met betrekking tot ilmul ghaib voor mij. We zijn verplicht om erin te geloven. En dit wordt genoemd al-ma'lumatu min ad-dini bid-darura. Verplichte zaken om erin te geloven, om een moslim te zijn. Let goed op, niet om een sunni te zijn, of om een bereli te zijn, of om een qadri, ashrafi, nashbandi te zijn. Nee, om een moslim te zijn. Dus let goed op. Al-ma'lumatu min ad-dini bid-darura. Eerste punt is, we zijn verplicht om erin te geloven. Dat Allah subhanahu wa ta'ala geen enkele vergelijking heeft. Niets in de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala kan in vergelijking worden gebracht met Allah subhanahu wa ta'ala. Niet in de zaak van Allah, niet in de sifaat van Allah, niet in de eigenschappen van Allah, niet in de attributen van Allah subhanahu wa ta'ala, niet in de kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, niet in de aqwaal van Allah, niet in de af'aal van Allah, niet in de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala, niet in zijn handelingen. En niks kunnen wij een vergelijking toewijzen van Allah subhanahu wa ta'ala uit de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn verplicht om hierin te geloven. En alhamdulillah, wij geloven ook hierin. Punt nummer 2.
We zijn verplicht om te geloven om een moslim te zijn. Om een moslim. Sommige mensen zeggen, kalima lezen is toch genoeg? Nee, kalima lezen is niet genoeg. Kalima lezen, la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, is dat genoeg? Nee, we moeten weten wat het inhoudt. We moeten weten wat onze geloofsovertuiging is. We moeten weten waar wij in geloven. We zijn verplicht om erin te geloven, om een moslim te zijn. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, onze Heer Allah subhanahu wa ta'ala, zijn geheimen heeft geopenbaar aan zijn profeten door middel van wahi-openbaringen. Wat heeft Allah gedaan? Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn geheimen geopenbaar. Aan wie? Aan de profeten. Door middel van wat? Door middel van openbaringen, de wahi. Door middel van wahi. Wat is wahi nou eigenlijk? De openbaring zelf. Wat is dat nou eigenlijk? De wahi, openbaring, behoort zelf tot de ghaib. Het behoort tot de ghaib. Ik zal zo meteen hierop terugkomen, inshallah. Het behoort tot de ghaib. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zonder enig twijfel heeft wahi ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala. En we zien het vandaag de dag terug in de vorm van Quran Sharif. We zien het vandaag de dag terug in de vorm van Quran al-Majid. Derde punt. We zijn verplicht om te geloven, om een moslim te zijn, dat Allah subhanahu wa ta'ala geen enkele hud heeft. Allah heeft geen grens. Allah is niet begrensd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen beperkingen. We zijn verplicht om hierin te geloven. Er zijn mensen die zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam geen kennis van ilmul ghaib gegeven. Mijn vraag is, waarom begrens je Allah subhanahu wa ta'ala in het geven? Jij beweert Allah heeft niet gegeven. Dus jij beperkt Allah subhanahu wa ta'ala in het geven. Wij geloven hier niet in. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen beperking. Niemand kan Allah subhanahu wa ta'ala beperken. Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan wie hij maar wil. Wat hij wil, wanneer hij wil. Dit is waar wij in geloven. Dit is punt nummer 3. Punt nummer 4 is. En tegen de laatste punt van vanavond. Uit de al-ma'lumat van de dini de darura. Is onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Is het meest geleerde schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft de meeste kennis onder alle scheppingen van Allah subhanahu wa ta'ala meegekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is waar wij heeft geloven. Iemand die zegt, nee, de profeet is niet het meest geleerd, maar Jibra'il is het meest geleerd. Die persoon is geen moslim. We zijn verplicht om hierin te geloven om een moslim te zijn. Niet om een sunni te zijn, wat ik aanhaalde. Om een moslim te zijn. Zijn we verplicht om te geloven dat onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam het meest geleerde creatie is van Allah subhanahu wa ta'ala. De vier punten, er zijn er meer. Maar met betrekking tot ilmul ghaib voor vanavond zijn deze vier punten genoeg. Om nu verder te gaan naar wat ghaib eigenlijk is. Nu weten wij waar wij in moeten geloven. Wij zijn verplicht om in deze punten te geloven om een moslim te zijn. Nu gaan we over naar de definitie van ghaib. Wat is nou de definitie van ghaib? Allereerst moeten wij weten wat ghaib betekent. We kunnen niet over iets van praten wanneer wij de definitie daarvan niet weten. Alhamdulillah, de ulema van vroeger. Er wordt ook gezegd van praat met bewijzen van de ulema van vroeger. Praat met bewijzen, niet van deze tijd. Niet van deze tijd, van vroeger. Zij denken, wij hebben geen bewijzen van vroeger. Dat denken zij. Alhamdulillah, degene die de Ahlus Sunnah wal Jama'ah heeft bestudeerd. De punten van de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die heeft alle bewijzen voor zich. Allahu Akbar. Imam Raghib al-Isfahani alayhi rahmah. Geboren in het jaar 502 Hijri. Is dit vroeger of is dit nu? Is het nu? Nee, is vroeger. 500 Hijri. Imam Raghib al-Isfahani definieert ghaib. Hij vertelt wat ghaib is. Imam Raghib al-Isfahani zegt, alles wat buiten het bereik is van de waarneming door zintuiglijke of verstandelijke perceptie. En wordt alleen verkregen door middel van goddelijke openbaringen aan de profeten. Wat is ghaib? Alles wat buiten het bereik is
van de zintuigen en het verstand. Dat is ghaib. Dit is de definitie van Imam Raghib al-Sahari alayhi rahma. Imam Qadi Bayzadi alayhi rahma. Wie kent hem niet? Imam Qadi Bayzadi alayhi rahma. Hij zegt, het ongeziene is iets onzichtbaars voor de menselijke zintuigen en het is onwaarneembaar. Hetzelfde definitie. Wij gaan over naar Imam Fakhruddin Razi alayhi rahma. Wie kent Imam Fakhruddin Razi niet? Een hele bekende geleerde. Een hele bekende. Niet alleen wij geloven in hem. Zij geloven ook in hem. Imam Fakhruddin Razi, geboren in het jaar 606 Hijri. Hij zegt, وهو قول جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائبا عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما ليس عليه دليل. Hij definieert ghaib als het volgende. Hij zegt, ghaib is hetgeen wat niet onafhankelijk, iemand uit zichzelf kan niet verkrijgen. Wat niet verkrijgen? Door wat niet verkrijgen? Door middel van de vijf zintuigen of het verstand. Dus alles, met andere woorden, alles wat wij kunnen waarnemen door middel van de vijf zintuigen. Bijvoorbeeld, wij kunnen zien, wij kunnen iets horen, wij kunnen iets proeven, iets voelen, iets ruiken, kan geen ghaib zijn. Of iets wat wij uit onszelf kunnen begrijpen met onze eigen verstand, met onze eigen denken. Heel veel mensen denken toch, wij zijn heel slim. In deze tijd zijn we heel slim. Ik heb HBO gedaan, ik ben heel slim. Dit behoort niet tot de ghaib. Alles wat je uit jezelf kan denken en waarnemen, behoort niet tot de ghaib. Een voorbeeld hiervan. En ieder kent Hazrat Amir Hamza radiyallahu ta'ala aan. Wie is Hazrat Amir Hamza radiyallahu ta'ala aan? Het is de oom van de profeet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Hazrat Amir Hamza was een jager. Hazrat Amir Hamza radiyallahu ta'ala aan kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zegt: Ya Rasulullah, wanneer ik alleen ben in de woestijn. Hij is een jager. Hij was een jager. Hij was alleen in de woestijn. Hij zegt, wanneer ik alleen ben in de woestijn. En ik kijk naar de hemel. Ik kijk naar de sterren. Ik kijk om de hemel. Er zijn wilde dieren buiten, maar ik ben beschermd. En al dit, dat is toch heel veel wat hij heeft gezegd, maar in het kort. Hij dacht, ik kijk om me heen en dan denk ik aan iets. En wat denkt Amir Hamza radiyallahu ta'ala aan? Hij dacht, ik denk aan uw woorden. Dat er één God is, die alles heeft geschapen. Die de hemel heeft geschapen, die de sterren heeft geschapen. Die alles op de aarde heeft geschapen. Er is een God die zijn dienaren beschermt. Er is een God die de beschermer is van ons. Hij dacht, ik denk daaraan. Wanneer is hij begonnen om na te denken? Nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de aankondiging had gedaan. Niet daarvoor. Waarom Allah subhanahu wa ta'ala zelf geeft? Niemand in die tijd kon uit zichzelf begrijpen van nee, deze boet laat ons zijn dergelijke, dit zijn geen goden. Maar er is één Allah die God is. Die wij niet kunnen zien, niet kunnen voelen, niet kunnen proeven, niet kunnen zien, niet kunnen horen, niks. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer heeft Amir Hamza radiyallahu ta'ala en daarover willen nadenken, nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het heeft verteld. Dus niet uit zichzelf onafhankelijk. Dit is de definitie van de ghaib. We moeten dit onthouden. Wat is de definitie? Mensen zeggen, de profeet heeft geen ilm al-ghaib. Vraag, wat is de definitie van de ghaib? Vertel mij dat eerst. Wat is de definitie van de ghaib? Ik hoop dat ieder die vanavond naar huis gaat de definitie van de ghaib kent. De definitie van de ghaib is al hetgeen wat niet te waarnemen is middels de vijf zintuigen of het verstand, onafhankelijk uit zichzelf, dat is ghaib. Alles wat niet te waarnemen, dat is ghaib. Allahu Akbar. We hebben de definitie van ghaib hebben wij nu behandeld. Heel makkelijk. Ik probeer dat. Natuurlijk, wanneer wij echt in de definitie gaan, dan komen wij misschien boeken tekort om te lezen. Maar voor vanavond, voor het normale publiek, is dit voldoende. De definitie van ghaib is al hetgeen wat niet te waarnemen is met de vijf zintuigen en het menselijk verstand. Er wordt gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam wist niet eens wat er achter met de muren afspeelt. Jullie kennen deze verhalen. Wordt heel vaak naar voren gehaald. De Bataqari haalde aan, de profeet had geen kennis wat achter deze muren afspeelt. Iets wat achter deze muur is, behoort niet tot ghaib, maar behoort tot ghaib. Ghaib en ghaib zijn twee verschillende woorden. Hebben twee verschillende definities. Vorig jaar toen ik mijn lezing hier heb gegeven over hazir nazir, had ik ghaib behandeld. Een voorbeeld van ghaib. Wat is nou een voorbeeld van ghaib? Iedereen die hier aanwezig is, die hier op dit moment in deze zaal zit, is aanwezig.
Hazir. Iemand die niet aanwezig is bij wil, die meneer loopt naar buiten, dan is hij afwezig. Dat wordt ghaib genoemd. Bijvoorbeeld, wij lezen de namaz-e janaza en de dua die wij doen daarin, bij de derde takbir. Wat is dat? Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina. Voor wie doen wij dua? Voor de mensen die aanwezig zijn en voor de mensen die niet aanwezig zijn. We doen voor ieder dua. Bijvoorbeeld die hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam van zijn laatste khutbah. Op het einde zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. De aanwezigen die hier zijn moeten het vertellen aan de afwezigen. Dus ghaib heeft een andere betekenis dan ghaib. In de Koran, Allah zegt عَالِمُ الْغَيْبِ, niet عَالِمُ الْغَائِبِ. Dus ghaib en ghaib zijn twee verschillende woorden, dit moeten wij begrijpen. Ghaib en ghaib. Zij zeggen de profeet had geen kennis van hier achter de muren naar speelt. Wij zeggen de profeet sallallahu alayhi wa sallam wist wat er in de hemel naar speelt. En dat is wat wij geloven. We zullen het vandaag bewijzen, inshallah. We moeten het verschil weten van ghaib en ghaib. Volgende punt is ghaib, wat ik aanhaalde. Enkele voorbeelden van ghaib. Voorbeelden van ghaib heb ik net gegeven. Voorbeelden van ghaib. Wat niet te waarnemen is. Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft het gezien? Hebben wij Allah gezien? Hebben wij Allah gehoord? Hebben wij Allah kunnen aanraken? Waarom geloven wij dan daarin? We hebben Allah niet gezien. We hebben Allah niet gehoord. We hebben Allah niet kunnen aanraken. Toch geloven wij in Allah subhanahu wa ta'ala. Uit onszelf kunnen wij niet begrijpen dat er maar een God is. Maar we hebben te horen gekregen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah is bij engelen. Heeft iemand van onze engel gezien? Wie heeft Malakul Maut gezien? Wie heeft Malakul Maut gezien? Niemand, gelukkig niemand, anders was je hier niet aanwezig. Niemand heeft Malakul Maut gezien. Waarom? Malakul Maut is gek. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Malakul Maut gezien. Heeft, ik kom dadelijk op deze hadith mubarakah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Bijvoorbeeld wahi. De Koran, Koran al-Majid, Koran al-Hamid, wahi openbaring. Hebben de Sahaba de wahi gezien? Hebben zij de wahi gehoord? Nee, van wie hebben zij dat? Van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dus dit zijn de voorbeelden van ghaib. Ik hoop dat het duidelijk is voor ieder. Wat de definitie van ghaib is, wat ghaib en ghaib is, wat de voorbeelden van ghaib en ghaib zijn. Nu gaan we over naar de echte punten voor vanavond. Inshallah. Tijd gaat zo snel voorbij. De echte punten voor vanavond. De bezwaren die er zijn. Natuurlijk, we moeten die vragen en hun ideologie moeten ook naar voren halen. Zij zeggen van, Allah subhanahu wa ta'ala heeft in de Koran, een aantal versen in de Koran, die bewijzen dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala ghaib heeft. De eeuwige ghaib, bezit en kent. We halen de ayat aan, de versen van de Koran. Tweede punt die zij aanhalen is, er zijn ahadith aanwezig, bijvoorbeeld hadith Jibra'il. Er zijn ahadith aanwezig, ahadith Mubaraka. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam een vraag werd gesteld. En hij gaf er geen antwoord op. Of hij gaf er antwoord op, maar hij zei ik weet het niet. En alleen Allah subhanahu wa ta'ala kent dit. Alleen Allah kent de ilm al-ghayb. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit in een hadith heeft aangehaald. Derde punt is. Dan hebben er verschillende situaties afgespeeld in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarbij de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft gesproken. Hij heeft laten gaan wat er gaande was. Bijvoorbeeld, we hadden aan de beschuldiging om Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, onze geliefde moeder, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft er niet over. Hij heeft het niet verdedigd. Dus, hij had die kennis niet. Wij zeggen nee. Laten we beginnen met deze vraag. Wij zeggen nee, de profeet wist wat er aan de hand was. Maar het was hikma. Het was wijsheid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen op de wereld om wat te doen? Om de islam te brengen. Om de regels vast te stellen. Natuurlijk, de regels zijn vastgesteld in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit was een hikma. Mensen zeggen de profeet sallallahu alayhi wa sallam wist het niet. Daarom heeft hij niet geantwoord. Ik zeg nee, dat is een hele domme bewering van jullie. Waarom? Er is een vader. En een kind doet iets fouts. Het is onzo
dat de vader er niks van zegt. Laat het gaan. Wat betekent het? Was de vader niet op de hoogte? Of wist de vader niet dat het fout was? Natuurlijk wist die vader het wel. Maar die heeft het laten gaan. Waarom? Hij had zijn eigen redenen voor dat. Precies als de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft laten gaan. Waarom? Dat is de hikma van Allah subhanahu wa ta'ala. We komen terug naar de eerste vraag. En dat is een hele belangrijke. Ze halen aan, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zijn ilmul ghaib. Waarom niet? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran zegt zelf, de profeet heeft zijn ilmul ghaib. En dat is ook de vraag die ik op deze week binnen heb gekregen. Van Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in surat al-Naml bijvoorbeeld, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ قُلْ. Ze zeggen, broeder, achie kijk, Koran. Achie kijk, daar staat قُلْ. Weet je wat قُلْ betekent, broeder? قُلْ betekent, Allah heeft gezegd, het profeet zegt. Profeet zegt tegen de mensen. Er staat قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ. Zeg tegen de mensen. Niemand in de hemelen, niemand op aarde kende ilm al-ghayb behalve Allah subhanahu wa ta'ala. We halen deze ayat aan. Volgende ayat. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Weer die قُلْ. Achie kijk, قُلْ. Weer قُلْ. Allah geeft de opdracht, o profeet, zeg tegen de mensen. Wat moet de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen tegen de mensen? Ik zeg niet tot u dat ik de schatten van Allah subhanahu wa ta'ala bij mij heb. Nog zeg ik dat ik de verborgenheid ken, dat ik de eeuwige ghaib ken. Dit zijn de versen die zij aanhalen. Ze halen aan, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ذكر الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. Zie je, broeder, Allah zegt alleen Allah subhanahu wa ta'ala te bezitten van ghaib. Ze zeggen, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. O profeet zegt tegen de mensen, wanneer ik de verborgenheid, de ilmul ghaib, zou kennen, dan zou het zo zijn dat ik veel goed zou hebben verkregen. Veel ghaib, veel goed verkregen zou hebben. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt van nee, ik heb geen ilmul ghaib. Waarom Allah heeft mij de opdracht ervoor gegeven om te zeggen, ik heb geen ilmul ghaib? Wanneer de profeet zelf zegt, ik heb geen ilmul ghaib, wie zijn jullie dan om te bewijzen dat de profeet van Allah ilmul ghaib heeft? Wie moeten wij geloven? Moeten wij jullie geloven? Moeten wij Allah subhanahu wa ta'ala geloven? Dit zijn de bezwaren die er zijn richting de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Alhamdulillah, we hebben antwoord op alles. We hebben tot deze ayat. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Surat al-A'raaf, vers 188. Allah subhanahu wa ta'ala heeft erin gezegd. Van zeg tegen de mensen, wanneer ik ghaib zou bezitten, dan zou ik veel goeds verkregen hebben. Zij zeggen, zie je nou wel? De profeet zegt zelf, ik heb geen ilmul ghaib. Wanneer ik ilmul ghaib zou hebben, zou ik heel veel goedheid gekregen hebben. Dus de profeet heeft het niet gekregen. Daarom zegt hij dit. Daarom deze uitspraak. Wij zeggen, nee broeder, pak een andere vers van de Koran bij. Al-Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'da. Koran is de beste tafsir. We zeggen, nee, praat met bewijzen van de geleerden van vroeger. Praat uit ahadith en mubarakah, sahih hadith, authentieke keten, tip al-rabi. Geen riwaya, dit is ayah van de Koran. Wanneer ik ghaib verkregen zou hebben, dan zou het zo zijn dat ik veel goeds verkregen zou hebben. Nu is de vraag, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam veel goeds verkregen van Allah subhanahu wa ta'ala? Heeft hij ghaib gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala? Dit is de vraag die opkomt. Allah zegt, ja, wij geloven ook daarin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Om ghaib te verkrijgen, moet men hikma verkregen hebben. Wijsheid, hikma. Nu is de vraag dus, wanneer om ghaib te kennen, moet men ghaib verkregen hebben. Om ghaib verkregen te hebben, moet men hikma verkregen hebben. Heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam hikma gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala? Allah zegt in surah An-Nisa vers 113. وَأَنْزَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ أَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Allah heeft op u het boek de Koran nedergevonden en wijsheid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft wijsheid gekregen. Dus de profeet heeft geer gekregen, goedheid gekregen. De profeet heeft goedheid gekregen. Dus de profeet heeft ilmul ghaib gekregen. Op dit punt, op deze ene punt al, is de ilmul ghaib al bewezen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar wij gaan verder. Wij gaan verder natuurlijk.
Het is leuk om ze helemaal de grond in te slaan. Wat ik vaker zeg, we gaan spijkeren. We gaan spijkeren. We gaan zo spijkeren dat ze het zelf op de dag des oordeels zullen naar onze kijken en zullen denken, wat was er die dag gebeurd? Er zijn genoeg versen in de Koran die aangeven, zij zeggen, versen in de Koran zijn duidelijk. Allah heeft gezegd, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft zijn innerlijk, Allah heeft zijn innerlijk. Mijn vraag is, waarom reciteren jullie die andere versen van de Koran niet? Waarom Allah over innerlijk, over de profeten heeft gesproken? Niet alleen de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de profeten, maar vanavond gaan wij het alleen hebben over de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ons antwoord. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Surat al-Imran, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْهِ. Wat betekent deze ayah? Allah subhanahu wa ta'ala openbaart verborgen tijdingen aan u. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dit zijn de tijdingen der verborgenheid van het ongeziene, de ilmul ghaib, die wij u mededelen op een verborgen manier. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wij hebben tot u deze Koran nedergezonden. En wat is deze Koran? Tibyanan li kulli shay. Wat is tibyan? Tibyan betekent uitleg van wat? Kulli shay. Wat is kulli shay? Wat is dat? Van alles wat er maar was, alles wat er maar is, alles wat er maar zal komen. De Koran heeft die. De Koran bezit dat. De Koran heeft de uitleg van alles wat er maar is. Alles wat er maar was. Alles wat er maar zal komen. Behoort daar de ilmul ghaib bij? Maar we gaan verder. Allah subhanahu wa ta'ala dat. Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilay. De verborgene openbaren wij aan u. Allah subhanahu wa ta'ala. En deze is een hele prachtige ayah. Heb ik ook gebruikt in mijn khutbah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in suratul jin. Alimul ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasool. Wanneer zij deze ayat lezen, dan lezen zij deze ayat alleen tot Alimul Ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Verder lezen ze niet. Ze zeggen nee, ayat staat hier. Er staat een stopteken. Die rondje, broeder, die rondje staat daar. Tot daar lezen wij. Wij gaan verder, natuurlijk de Koran. Volgende, die volgende ayat, volgende vers van de Koran. Oké, wat betekent deze ayat? Alimul Ghaib, de kenner der verborgenheid. Wie is dat? Allah subhanahu wa ta'ala. Wij worden ook vals beschuldigd. Zij zeggen van imam Ala Hazrat, jullie imam Ala Hazrat heeft over de profeet gezegd dat de profeet Alimul Ghaib is. Dat is een valse beschuldiging. Wij geloven erin, Allah subhanahu wa ta'ala is Alimul Ghaib. De ware Alimul Ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala. De kenner der verborgenheid. Hij openbaart zijn geheimen aan niemand. Hij openbaart zijn ghaib ala ghaibihi. Niet ghaibihi, ghaibihi. Dus waarover heeft Allah subhanahu wa ta'ala? Over hetgeen wat niet te waarnemen is middels de vijf zintuigen of het menselijk verstand. Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah openbaart zijn geheimen aan niemand. Tot hier lezen zij en vertalen zij. Ayat gaat verder. Allah subhanahu wa ta'ala dat illa man irtada min rasool. Maar Allah subhanahu wa ta'ala die openbaart zijn geheimen de ilmul ghaib aan de boodschappers met wie hij tevreden is. Met wie hij tevreden is. En is Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam? Dat is nu de volgende vraag. Is hij tevreden? Ja. Is hij tevreden? Ja. Hoe kunnen wij dit bewijzen? Hoe kunnen wij dit bewijzen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: فَدَلَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, jullie kennen deze verhaal. Onze qibla was in de Kaaba. Onze qibla was in de Kaaba. De profeet sallallahu alayhi wa sallam wilde dat de qibla de Kaaba werd. En onze profeet sallallahu alayhi wa sallam die keek naar de hemel. In tijdens het gebed, die keek naar de hemel. Die keek naar de hemel en dacht van: ik wil dat de qibla Kaaba wordt. En Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het waar gemaakt. En er is een ayat komen, qad nara, tahqiq, voorwaar, we hebben het gezien. Wat hebben wij gezien? Dat ik keek naar de hemel. Taqalluba wajhika fi samai, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. O profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet alleen de Kaaba, de profeet wilde dat Kaaba de qibla werd. Maar Allah zegt in deze Koran, Allah bewijst dat hij tevreden is met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah zegt, o profeet, richt je gezicht waar je maar naartoe wilt, en dat zal de qibla worden. Niet alleen de Kaaba, maar waar je maar wilt. Wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij zijn gezicht richting Medina had gedaan, dan zal Medina qibla zijn vandaag. Het is de Koran.
Wij dachten, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَعْكُمْ عَلِ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, het is Allah niet waardig, ook gewone mensen, ook normale mensen, om jullie de kennis van ilmul ghaib te geven, om jullie kennis van het ongezien te geven. Maar aan wie geeft Allah? Allah subhanahu wa ta'ala kiest uit zijn boodschapper wie hij wil voor de ilmul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Takbir, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَمِينَ. Over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah zegt, deze profeet is niet terughoudend in het verkondigen van het verborgenen van de ilmul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah An-Nisa, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. O profeet sallallahu alayhi wa sallam, wij hebben u de kennis gegeven. Ik heb u geleerd wat u maar niet wist. Wie is de leraar van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Wie is de leraar? Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Allah zegt ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaq al-insan, allamahu al-bayan. Wie is de leraar van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, de barmhartige, allama al-Qur'an, heeft zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam de Qur'an onderwezen. Ik heb nog niet eens de tijd gehad om de hadith mubarak naar voren te halen. We zijn alleen maar bezig om met de Koran te bewijzen dat de profeet ilmul ghaib heeft. Subhanallah. Subhanallah. Ar-Rahman, de barmhartige, allama al-Quran, heeft zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam de Koran onderwezen. Wat nog meer? Khalaq al-insan. Hij heeft de kern van de mensheid geschapen. Wie is de kern van de mensheid? Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Lau laka lama khalaqtu ad-dunya. Lau laka lama khalaqtu al-akhlaq. Lau laka lama azhartu rububiyya. Wie is de kern van de mensheid? De profeet sallallahu alayhi wa sallam is de kern der creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt verder, allamahu al-bayan. Hij heeft hem geleerd. Hetgeen wat hij niet wist. Hetgeen wat al gebeurd is. En hetgeen wat nog zal gebeuren. Wie is de leraar van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Men zegt dat Jibra'il is de leraar geweest. Men zegt, Jibra'il is de leraar geweest van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus Jibra'il had meer kennis dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nee. Alif lam mim, Yasin, Ha mim ayn, en dergelijke, die kaf, ha ya ayn, fad. Wist Jibra'il alayhi wa sallam, dat betekent niet. Nee. Wij geloven dat onze profeet sallallahu alayhi wa sallam kent elke betekenis van elke letter van de Koran. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala de kenner van ghaib, alimul ghaib, zelf de leraar is van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft Allah subhanahu wa ta'ala dan zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam niet de totale kennis gegeven? Natuurlijk hoor. Natuurlijk hoor. Ik kom zo meteen op deze ene punt terug. Dat is een hele prachtige punt. Dat is ook mijn favoriete punt over ilmul ghaib zelf. Het is al bewezen, ik heb nog zoveel uit van de Koran hier staan. Het is al bewezen uit de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala ook ilmul ghaib heeft gegeven aan wie? Aan de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maar zij hadden deze versen niet aan. Wij hadden beide versen aan. Waarom? Wij geloven in elke letter van de Koran. Wij geloven erin. Dit behoort ook tot de al-ma'lumaat min ad-dini bi-darura. Een ontkenning van een woord van de Koran is kufr. Wij zijn verplicht om in elke woord van de Koran te geloven. Ik heb het nu niet over woorden, ik heb het over versen van de Koran. Wij zijn verplicht om in elke vers van de Koran te geloven. Het is verplicht voor ons om een moslim te zijn. Maar hoe moeten wij hierin geloven dan? Er is tegenstrijd toch? Allah ook ilmul ghaib, de profeet ook ilmul ghaib. Maar wanneer je een eigenschap van Allah toewijst aan een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is dat toch shirk. Nu moeten wij gaan bewijzen hoe wij eigenlijk erin geloven. Hoe geloven wij erin? In de ilm van Allah subhanahu wa ta'ala en in de ilm van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam Ala Hadrat, Imam Ahmad Raza Khan Fadil ibn Rabi alayhi rahmatul adwan. Onze superster. Superster in deze tijd zijn Messi Ronaldo van mensen. Of die filmster, dat filmster. Niet van ons Ahlus Sunnati wal Jamaa, alhamdulillah. Je mag misschien een kleine fan zijn, maar niet een te grote fan. We hebben vandaag gelijk gespeeld, heel veel jongens zijn een beetje droevig, verdrietig. Klassico. Dat is wereld. Wie is onze ster? Imam Ala Hazrat. Imam Ala Hazrat alayhi rahmah. Die ging voor de tweede keer op Hajj. Toen hij daar aankwam,
Natuurlijk, wanneer iemand op hajj gaat, ik ben het laatst geweest, dan neem je niet je boeken mee. Bijvoorbeeld deze zwarte boek van mij, dit noem ik zelf Wahhabi-bom. Alle punten van Akida staan hierin, bereid dit kwijtraak. Allahu Akbar. Alle Akida punten staan hierin. Dit noem ik zelf Wahhabi-bom. Maar ik heb het niet meegenomen naar het hajj. Alhoewel ik daar heel veel discussies heb gehad. Ik heb het niet meegenomen naar hajj. Waarom je gaat hajj doen? Je gaat daar niet voor discussies of dergelijke of iemand voor onderwijzen of dergelijke. Imam Allah wil ook op hajj gaan zonder zijn enige boeken. Hij komt daaraan, hij krijgt 5 vragen gesteld over ilm al-ghayb. Imam Allah, Hazrat Alhamdulillah, onze kampioen, heeft in binnen 8 uur heeft hij antwoorden gegeven. Een antwoord van 5 vragen zo in dit boek. Zonder enige boeken bij zich te hebben. Moet je nagaan wanneer hij boeken bij zich zou hebben, wat er dan zou gebeuren. Imam Allah Hazrat is teruggekeerd naar India na zijn hajj gedaan te hebben. Heeft hij nog meer antwoorden gegeven uit boeken. En dat is een boek geworden van 400 pagina's. Imam Ala Hazrat vertelt de verschillen. Heeft de verschillen aan ons geleerd. Van alle moslims, dit zijn de verschillen. Hoe wij geloven in de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe wij geloven in de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam Ala Hazrat zegt in An-Nazr al-Thani. Zahara wa bahara mima taqarrara. أن شبهة مصابات علوم المخلوقين طر الأجمعين بعلم ربنا إله العالمين ما كانت لتخطر ببال المسلمين أما در العميان هذا ليس بلند للخزين أو رفيه إمام على هذا هذا ليس بلند للخزين أو رفيه أو دبط أطايب الناس ذاك هذا يستعيد ني 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 يمصن بلند خم ني 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 Met heel veel liefde en respect moet je met hem omgaan. Met heel veel liefde en respect moet je met is gilaaf je adab. Ga tegen het respect in. Wat voor respect moet ik hebben van zo'n iemand die geen respect heeft voor mijn profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik kijk niet naar de wereld wanneer ik in mijn graf kom. En onze geliefde profeet sallallahu daar geloven wij in. Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam zal verschijnen in onze graf. Met wat voor gezicht zullen wij dan aankijken, onze profeet aankijken, van mensen die beledigden onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar ik heb respect voor die mensen. Ik behoor niet tot die mensen. Waarom niet? Ik hoor het Imam Ala Hazrat. Imam Ala Hazrat zegt, amator al-umiyana, hebben deze blinde mensen niet gezien? Hebben deze blinde mensen niet door? Wat? Anna ilm Allahi zatiyun, wa ilm al-khalqi ataiyun, ilm Allahi wajibun li zatihi, wa ilm al-khalqi mumkinun lahu, ilm Allahi azaliyun, sarmadiyun, qadimun, haqiqiyun, wa ilm al-khalqi hadithun, lianna al-khalqa kullahu hadithun, wa sifatu la tataqaddam al-mawsufa, ilm Allahi ghayru makhluqin, wa ilm al-khalqi makhluqun, ilm Allahi ghayru maqdurin, wa ilm al-khalqi maqdurun, wa maqhurun, wa ilm Allahi wajibul baqai, wa ilm al-khalqi jaizul fana'i, ilm Allahi mumtani'u at-taghayyuri, wa ilm al-khalqi mumkinu at-tabaddul. Heeft de verschillen uitgelegd? Welke verschillen? Hoe wij geloven in de ilm al-ghayb van Allah subhanahu wa ta'ala en in de ilm al-ghayb van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hoe wij geloven in de ilm van Allah en in de ilm van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Hadrat zegt, de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is zijn persoonlijke kennis. Niemand heeft Allah subhanahu wa ta'ala die kennis gegeven. En de kennis die wij geloven over de profeet sallallahu alayhi wa sallam is de kennis die hij heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is atai kennis, atai ilm al-ghayb. En de kennis, de ilm al-ghayb van Allah subhanahu wa ta'ala, zat die ilm al-ghayb, zijn persoonlijke kennis. Het is verplicht voor Allah subhanahu wa ta'ala om die kennis te hebben. Kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is eeuwig. Het zal niet vergaan. Kennis van de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala is niet eeuwig, het vergaat. Kennis van Allah subhanahu wa ta'ala fluctueert niet, verandert niet. Kennis van de schepping verandert. Wij leren met het verstrijken van de tijd meer en meer. Met onze levenservaring en dergelijke. Allah is dat niet het geval. Wanneer iemand zegt, nee, Allah subhanahu wa ta'ala, die doet ook kennis op. Met de tijd mee, dan is dat geen moslim. De kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is altijd op één niveau. Hij wist altijd alles al, wat er maar zal gebeuren. Dit is hoe wij geloven in de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe geloven wij in de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Bij de versen van de Koran, hoe moeten wij daarin geloven? Hoe moeten wij in de versen geloven waarin staat alleen Allah is ilm al-ghayb? Dat betekent wij geloven alleen dat de zati ilm al-ghayb alleen van Allah subhanahu wa ta'ala is. En waar staat geschreven? Dat Allah subhanahu wa ta'ala ilm al-ghayb heeft gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Betekent het? Het betekent dat gegeven ilm al-ghayb, niet uit dezelfde ilm al-ghayb. Niet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag zat en opeens leest hij de ilm al-ghayb uit zichzelf. En vertelde dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Dat is niet de betekenis die wij aanhalen, alhamdulillah.
Het is duidelijk. Duidelijk. Het gaat erom hoe geloof je erin. Wanneer ik was bezig met mijn studie. En meerdere studies wanneer ik dat doe, dan denk ik soms, hoe dom zijn deze mensen nou eigenlijk? Hoe makkelijk is het om te begrijpen? Denk even logisch na en je zal het begrijpen. Er is geen gelijkenis tussen Allah en zijn schepping. Natuurlijk, de profeet sallallahu alayhi wa sallam behoort tot de schepping van Allah. Wij geloven erin, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is de meest geleerde persoon. Maar in vergelijking met Allah subhanahu wa ta'ala is de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niks. Dit is waar wij in geloven. Wij geloven hierin. In vergelijking met Allah. De kennis van Allah, Allah is heel groot. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen ilm gegeven aan de profeet. Vertel jullie maar. Ja. Heeft Allah de kennis van ilm gegeven? Ja. Ja. Natuurlijk heeft hij dat gegeven. En er wordt gezegd, ja, maar die vragen die gekomen waren, de profeet heeft gezegd, ik wist het niet. Weet je waarom hij het wist? Wij geloven erin. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Wij geloven erin, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam alle kennis gegeven. Wat hij maar niet wist. Wanneer heeft het plaatsgevonden? تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Koran is de uitleg van alles wat er maar is. Wanneer wij geloven er niet in dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heel zijn leven door alles wist. Hier geloven wij niet in. We moeten weten waar wij in geloven. Wij geloven erin dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam kennis heeft gekregen door middel van de wahi openbaringen. En dat heeft plaatsgevonden in 23 jaar. En toen de Koran compleet was, wat gebeurde er daarna? Niemand kan bewijzen dat er daarna een geval, een situatie heeft afgespeeld waarin er aan de profeet werd gevraagd en de profeet heeft een antwoord gegeven. Ofwel, het is niet bewijsbaar. We hebben wel het bewijs van een situatie wat heeft afgespeeld na het compleetheid van de Koran, de openbaringen op de profeet sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Musa, deze hadith staat geschreven in Sahih Bukhari Sharif, volume 1, boek 3, hadith nummer 92. An Abi Musa, qala, su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ashiya'a karihaha, falamma akthira alayhi ghadiba, thumma qala lin-nas, سألوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم المولى شيبة. هذا أبو موسى رضي الله تعالى عنه في الليبر The Prophet صلى الله عليه وسلم بتخفراق أوفر بتخفراق صلى الله عليه وسلم ما The Prophet ظهر The nut van die vragen er niet in. En de profeet werd boos. De profeet deelde daar niet van. De profeet werd boos. Natuurlijk, de profeet, de kenner van alles, Allah Akbar. Hij werd boos. Ghadiba. En toen zei de profeet, Saluni amma shi'tum. Vraag mij wat jullie maar willen. De profeet heeft niet gezegd, vraag mij wat jullie willen over hier en vraag mij niet over ilmul ghaib, want ik weet dat niet. De profeet heeft gezegd, Saluni amma shi'tum. Er zat een sahabi van de profeet Allah sallam. En die zag zijn kans. Jullie weten, in de tijd van de kufriya, in de tijd van de jahiliya, in de tijd van toen de islam nog niet gekomen was, zina was aan. Er gebeurde heel veel zina. En die persoon die daar zat, die wist wie zijn vader was. En die zag zijn kans. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zegt nu, saluni amma shi'tum. Vraag wat jullie mij willen. En die man zag zijn kans, die sahabi. En hij vroeg de profeet, mijn abi, wie is mijn vader? O profeet, wie is mijn vader? Dan gaan geruchten om, die is mijn vader, of die is mijn vader, of die is mijn vader. Wie is mijn vader? De profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft direct antwoord. Zonder na te denken. Zonder na te denken. Zonder aan iemand te vragen van wie was in die tijd aanwezig toen zijn moeder zwanger werd of dergelijke. Nee, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft kennis van wie die vader was die in de baarmoeder van die vrouw is gegaan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Abuka Huzafa. Jouw vader is Huzafa. Jouw vader is Huzafa. Een andere sahabi, die zelf heeft meegemaakt, die zag ook zijn kans. En die vroeg, ja Rasulullah, wie is mijn vader? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt weer, Abuka Salim ul Mawla Shayba. Jouw vader is Salim. De bevrijde slaaf van Sheba. Er zijn bewijzen genoeg, mijn tijd is voorbij. Er zijn bewijzen genoeg dat 22 hadithen Mubaraka met betrekking tot ilmul ghaib meegenomen. Wanneer ik nu doorga, dan is het zo erg uur. Dus ik zal nu stoppen met deze onderwerp van vandaag. Voor vanavond, inshallah, een andere keer. Maar waar het om gaat is, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Er wordt aan ons gevraagd, bewijzen. We hebben genoeg bewijzen. Alhamdulillah, vanavond is het al bewezen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ilmul ghaib kent. De profeet heeft gekregen van wie? Van zijn leraar. Van wie? Van Allah subhanahu wa ta'ala. Gekregen van?
Allah subhanahu wa ta'ala. Kan iemand uit het publiek mij vertellen wat de definitie is van reef? Niet te veel nadenken, gewoon in je eigen woorden. Kan iemand mij dat vertellen? Hetgeen wat niet waarneembaar is, middels de vijf zintuigen, of het verstand, is reef. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is bewezen, heeft ilm al-ghayb. Allahu akbar. Wij geloven erin dat de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam een verschil heeft met de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is waar wij in geloven, we weten waar wij in geloven. Maar wij geloven er ook in dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam onder de scheppingen het meest geleerde is. Onze profeet is meer geleerd dan Hazrat Adam alayhi wa sallam. Onze profeet is meer geleerd dan alle engelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah leerde Adam alayhi salam de namen van alle dingen. Van alle dingen. Adam alayhi salam kende de naam. Wij hebben hier zijn telefoon. Wij geloven in Adam alayhi salam, weet dat het telefoon is. Wij geloven daarin. Waarom Allah heeft gezegd, alle dingen die er maar zal komen, Adam alayhi salam heeft daar de namen van meegekregen. En Allah subhanahu wa ta'ala presenteerde Adam alayhi salam voor de engelen. Hij presenteerde Adam voor de engelen. En wat zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen de engelen? O engelen, hebben jullie deze kennis? Vertel mij over deze dingen. Vertel mij de namen wanneer jullie oprecht zijn. Hebben jullie deze kennis? Wat zeiden de engelen? De engelen zeiden, Qalu. De engelen zeiden, Subhanaka, la ilma lana, illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. De engelen zeiden, O Allah, wij weten niks. Wij weten alleen hetgeen wat u ons heeft geleerd. Onze kennis is niet te vergelijken met de kennis van Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Wij geloven erin, Adam alayhi salatu wassalam heeft meer kennis dan de engelen. Dat is de Koran. Adam alayhi salatu wassalam heeft meer kennis dan de engelen. Adam alayhi salatu wassalam heeft meer kennis dan de engelen. Moet je nagaan, wat betekent dit? Wat is de kennis van de engelen? Laten we één engel naar voren halen, Hazrat Malakul Maut alayhi salam. Hazrat Israël alayhi salam. Malakul Maut Israël alayhi salam. Wat is de kennis van Hazrat Israël alayhi salam? Weet iemand dit? Kennis van Malakul Maut? Eén engel van Allah, hè? Hiermee stop ik. Wat is de kennis van Malakul Maut alayhi salam? Imam Qurtubi alayhi rahma overleefde de hadith Mubarak in zijn tafsir in volume 7. Hij zegt: Nazara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Malakul Maut. عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي ظهر كيه ملك الموت عليه السلام ونير ظهر ملك الموت ثم ملك الموت فستقوم الأم أنزل فأن صحابي فأن الأنصار سنيما فأن صحابي يا رسول. عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم زيدي ملك الموت ارفق بصاحبي. Wees voorzichtig met hem. Irfak bisahibi. Wees voorzichtig met hem. Waarom? Innahu mu'min. Het is een mu'min. Het is een gelovige. Wat is een mu'min? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Een ware liefhebber van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is een ware mu'min. Israël alayhi wa sallam heeft antwoord. Van tib nafsan ya Muhammad. Wees gerust om Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Weet dat ik voorzichtig ben met elke mu'min. Ik ben voorzichtig met elke mu'min. We hoeven niet bang te zijn tijdens onze dood. Wij moeten bang zijn. We hebben dezelfde akida als de akida van Malakul Maut alayhi salam. Zij die niet dezelfde akida hebben, wat gaat er gebeuren die dag? Wanneer Malakul Maut om die roep komt nemen. Alhamdulillah, dit is een blijde tijding voor ons. Een goed shabri voor ons. Van Malakul Maut zegt, ik ben voorzichtig met elke mu'min. Zijn wij mu'minien of niet? Ja. Alhamdulillah, wij behoren tot de mu'minien. Gesprek gaat verder, maar het moet zeggen. Ik neem met de toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala zelf het leven van een vlieg. De mufassirin zeggen, uit dit blijkt, conclusie van dit is, maar het moet neemt zelf het leven van de dieren. Gesprek gaat verder, maar het moet zeggen van, ik ken elke schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik ga dagelijks 5 keer op bezoek bij elke schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Dagelijks 5 keer op bezoek bij elke schepping van
Allah subhanahu wa ta'ala. Maar de Moos zegt, ik ken de zoon beter dan dat zijn vader hem kent. Dat is het gesprek tussen Malakul Maud en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ieder gelooft erin dat Malakul Maud alayhi salatu wa salam elke schepping van Allah subhanahu wa ta'ala kent. Ieder gelooft erin. En niemand zegt het is shirk. Niemand zegt nee, dat zo mogen wij niet alleen geloven. Ieder gelooft erin dat de kennis van Malakul Maud alayhi salatu wa salam dit is. De positie van de kennis, dat hij elke schepping van Allah subhanahu wa ta'ala kent. Moet je nagaan, wanneer dit de positie is van de kennis van Malakul Maud alayhi salam. Wat is dan de positie niet van Hazrat Adam alayhi salatu wa salam? Als dit de positie is van Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Wat is de positie van de kennis niet van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam? Logisch om na te denken. Allahu Akbar. Willen jullie een indicatie van de grootheid? Van de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een indicatie maar. Wij kunnen nooit vertellen hoeveel de profeet heeft gekregen. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wij weten niet wat het allemaal inhoudt. Een indicatie kunnen wij wel geven. Willen jullie indicatie, willen jullie weten? Wat de kennis is van de indicatie is van de positie van de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Ja. Dan zal ik hiermee afsluiten, inshallah. Een beetje jazba hoort er ook bij. Ik heb twee dagen in de lezingen van Nur al-Islam gevolgd. Alhamdulillah, ik heb er een beetje jazba erin. Vandaag zal ik het afronden, inshallah, met mijn lezing hier. Een indicatie van de positie, van de kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Verzamel alle kennis van alle scheppingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Verzamel alle kennis van vroeger. Verzamel alle kennis van nu. Verzamel alle kennis die er nog zal komen. Verzamel alle kennis van alle mensen. Verzamel alle kennis van alle engelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Verzamel de kennis van Jibra'il alayhi salam. Verzamel de kennis van Mika'il alayhi salam. Verzamel de kennis van Israël alayhi salam. Verzamel de kennis van Israfil alayhi salam. Verzamel de kennis van alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Verzamel de kennis van Hazrat Adam alayhi salam. Verzamel de kennis van Hazrat Nuh alayhi salam. Van Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Hazrat Yunus alayhi salam. Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Sulaiman alayhi salam. Hazrat Yusha alayhi salam. Hazrat Musa alayhi salam. Hazrat Shu'aib alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam. Verzamel alle kennis van alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Verzamel de kennis van alle mensen. Verzamel de kennis van alle wetenschappers. Verzamel de kennis mensen zeggen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heeft geen kennis van de wetenschap, van de hedendaagse wetenschap. Wij zeggen, verzamel de kennis van alle wetenschappers, verzamel de kennis van alle filosofen, verzamel de kennis van alle biologen, verzamel al die kennis van iedereen, van de totale creatie, van Allah subhanahu wa ta'ala, en zet die kennis op het ene blok van de weefsel aan deze kant, zet al die kennis van al de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala op het ene blok van de weefsel, en plaats de kennis van maar één nacht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Welke nacht? De nacht van de Mi'raj Sharif. Wij praten niet over het hele leven van de profeet. Wij praten maar over één nacht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En plaats de kennis van maar één nacht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een andere plek van de weefsel bij Allah subhanahu wa ta'ala. De kennis van de leider der profeten, de profeet der profeten, de beste der profeten, de beste creatie van Allah subhanahu wa ta'ala zal zwaarder wegen dan de kennis, de totale kennis van de totale schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is maar een indicatie van de positie, van de kennis van de beste der profeten. We gaan naar de wereld. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze aanwezigheid accepteren. Alles wat gezegd is, is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het zijn zeer zeker de du'a's van mijn ouders. Van mijn moeder Shikarim, als Allama Peer Saki Shami, dan per Katum Aliya, wa Akhu Ta'wana, en alhamdulillahi Rabbil Alameen.